Hier hebben we onze Vinkers 1 raket. Dit is onze eerste grote raket die we gebouwd hebben. En deze gaan we vandaag lanceren hier. We hebben hier onderin komt een motor, ongeveer zo groot. Deze brandt uit in ongeveer 2 seconden. Daarbovenop die motor zit een delay charge, zo genoemd. En daarbovenop een ejection charge. En dat zegt het al, ejection charge die eject, die schiet de neuskegel en de, dit is de payload bay, schiet die eruit. En hieraan zit dan de parachute vast. En die parachute klapt dus uit op het hoogste punt van de raket. En dan komt hij langzaamaan met de parachute weer terug naar beneden. Nou, we wilden eigenlijk iets een originele naam hebben, ook dat met de regio te maken heeft. En we vonden Vinkers, dat is ook goed uit te spreken voor Engels spreken, want we zitten ook een internationaal team eigenlijk. En we vonden het een hele gave naam en ook een grote eer om de naam Vinkers op onze raket te zetten. Nu toe hebben we eigenlijk kleine raketten gelanceerd. Ze zijn ongeveer 50 centimeter groot en deze is echt 1,5 meter. Die kleine raket ging tot 100 meter, deze gaat wel 400, 500 meter. En hierop kunnen we dus echt voortbouwen met gewoon nog grotere raketten. We zijn nu met 8 personen in ons groepje. En het is eigenlijk een project van de Space Society Twente. Dat is een vereniging van studenten. En die draaien ook het project en wij zijn dan van het project die raketten bouwt. Ja, we hebben hier bovenin in de payload bay zetten we elektronica en die meet de hoogte, dat is eigenlijk het belangrijkst. Die meet ook de hoek waarop die vliegt. Die data die eruit komt, die vergelijken we met wat we gesimuleerd hebben. Dus dat het eigenlijk de eerste echte studentenraket is uit Twente. Vaste brandstof. En het is dezelfde brandstof die gebruikt wordt op de Space Shuttle. Die twee grote witte dingen die aan de grote oranje tank van de Space Shuttle zitten, die gebruiken eigenlijk dezelfde brandstof als die in deze motoren zitten. En deze motoren kunnen eigenlijk online kopen. We mogen het zelf niet handelen, dus we mogen het niet transporteren en zo. Daar hebben we een vergunning voor nodig. Maar hier bij Tripoli hebben ze die vergunning. Wanneer is de lancering voor jullie geslaagd? Als het veilig opstijgt. En we ook de raket heel huids weer terugkrijgen. 4, 3, 2, 1. Ja. Oké, gaan we eruit. Perfect. Echt perfect. Eigenlijk had het niet beter gekund dan dit. Geweldig, ja. De raket is nog gewoon helemaal heel, is niks stuk gegaan. In principe zouden we gewoon een nieuwe motor in de raket kunnen stoppen en zo weer de lucht in kunnen schieten. En wanneer komt er een Vinkers 2? Ik denk binnenkort, wel binnenkort, ja. Zeker, ja. Ja, ja. En wanneer is binnenkort? Ja... Dat weten we nog niet. Ja. Maar jullie hebben allebei een goed gevoel over de lancering. Absoluut. Ja, absoluut. Ja.